Hoi allemaal, vandaag even een korte video tussendoor. Want ik wilde even een update geven over mijn blog, mijn YouTube kanaal en dergelijke. Maar het komt erop neer, ik heb een blog al heel lang, ik geloof al een jaar of zeven. En ik heb besloten om ermee te stoppen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik dat ooit zou doen, maar ja, dat gaat gebeuren. Ik ga er nog wel een uitgebreid uitleg op mijn blog over schrijven. Eigenlijk als een soort van laatste artikel. Maar het komt erop neer dat als ik verder wil gaan met mijn blog, dan wil ik het op een andere manier aanpakken. En het moet ook wel, zeg maar, nou, het komt erop neer. Het gaat me veel meer geld kosten. En daar ben ik niet aan toe. Als in, volgens mij moet je heel veel geld aan een blog besteden als je er echt serieus mee bezig bent. En als je het beschouwt als meer dan een hobby. En dat is bij mij niet zo. Het is nog steeds mijn hobby en ik merk dat ik nu drie artikelen per week nog net red. Maar ja, weet je, ik besteed liever al mijn energie op dit moment. Ik ben liever op dit moment bezig met YouTube filmpjes dan echt met daadwerkelijk artikel schrijven. En aan de ene kant, ik weet zeker, ik ga het missen, want ik hou van schrijven. En daarom ben ik ook natuurlijk ooit met bloggen begonnen. Maar als ik inderdaad een beetje om me heen kijk en als ik gewoon naar mijn gevoel luister. Ik ben er namelijk al best wel een tijd mee bezig om deze stap te kunnen doen. En ja, ik wil, het komt erop neer. Ik ga stoppen met bloggen. Ik ga meer leven in mijn YouTube kanaal inblazen. En ik heb bijvoorbeeld al allemaal verschillende ideeën al een tijdje. Ik heb echt een shortlist aan allemaal ideeën waar ik er een artikel aan wilde wijden. Maar als ik het een beetje uitwerk, dan kan ik er weer een video van maken. Want eigenlijk komt het erop neer. De laatste tijd in ieder geval waar mijn YouTube kanaal uit bestaat, dat zijn vooral de shoplogs, de opgemaakte video's en wat stash video's. En dat vind ik best wel beperkt. Aan de andere kant, jullie zijn er ook een beetje waarschijnlijk ook voor gekomen, denk ik. En ik wil er eigenlijk ook veel meer reviews in gooien en misschien ook al mama dingen. Vloggen, daar ga ik me niet aan wagen. Volgens mij zit dat niet in mij. Misschien af en toe een dagje zoals ik al wel eens heb gedaan. Dus dat vind ik wel leuk. Maar echt weekvlogs en zo, dat kan ik gewoon niet. Dus dit gaat hem denk ik worden. En ik vind het echt best wel, ja, dat ik mijn blog ga stoppen. Ik had echt nooit geweten dat ik deze stap ga ondernemen. Maar het, ja, ik weet het niet. Aan de andere kant denk ik ook van ja, steeds wat mijn hoofd op YouTube vinden mensen dat wel interessant. Maar ik ga er in ieder geval voor zorgen dat ik, ja, daardoor mijn creativiteit soort van blijf gebruiken en dat ik, ja, leukere video's kan maken, ook leuker monteren. En ja, ik weet niet, ik denk dat dat wel goed voor me zal zijn. En daarnaast, ik heb dus afgelopen paar dagen niet kunnen bloggen door zo'n gedoe met foto's en alles. En ik merk hoeveel vrije tijd ik daaraan overhoud. En dat is ook wel fijn, want ja, ik weet niet, het is gewoon fijn. En tuurlijk, ik ga, als ik dan meer tijd ga stoppen in YouTube, dan gaat het wel elkaar een beetje compenseren. Maar bloggen kost gewoon tijd. Ja, ik weet niet. Volgens mij wordt dit een beetje een rommelige video. Maar het leek mij fijn om dit aan jullie te vertellen. Ook voor mensen die bijvoorbeeld niet mijn blog lezen, maar alleen mijn YouTube kanaal kijken. Die denken opeens straks van, hey, er zijn opeens ook allemaal andere video's. En er komt ook geen verwijzing meer naar mijn blog. Ja, ik vind dat mijn blog blijft bestaan. Alleen dat pinkfairytale.net zoals dat nu is, dat gaat op een gegeven moment, volgens mij heb ik nog een jaar recht op mijn domeinnaam. En daarna ga ik het stoppen. En daarna blijft gewoon de blogspot, zeg maar, linkje alsnog bestaan. En dat is ook wel fijn, want daar staan ook heel veel oude artikelen op. Zonder foto's, want allemaal gedoe. Maar goed, in ieder geval mijn ervaringen ook, mijn zwangerschapsupdates, artikelen die ik schreef over de kleine en zo. Ja, ik weet niet, het is toch wel zijn herinneringen, dus dat blijft bestaan. En dat is ook voor mij een soort van om terug te kunnen lezen en ja, dat soort dingen. Dus ik zit er ook echt niet uit op dit moment, sorry. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb vannacht denk ik 3 of 4 uur geslapen. Niet daarom hoor, ik weet niet, ik kon gewoon niet slapen, maar ja, dus ja, laat me weten hieronder wat jullie daarvan vinden. Als jullie een video ideeën hebben, laat het me ook zeker hieronder weten. Als jullie mij niet op Twitter of op Instagram volgen, want daar ben ik eigenlijk nog steeds het meest actief op. Ook al lijkt het op Instagram alsof ik niet zo actief ben, maar ik ben er wel vaak. Ik plaats alleen niet dagelijks een foto. Maar misschien dat ik daar ook verandering in ga brengen, ik weet niet zo goed. Soms vind ik mijn leven niet boeiend genoeg of zo om elke dag te delen, maar
Misschien dat anderen er anders over denken. Maar goed, dus mijn Instagram en mijn Twitter blijven hetzelfde. Dat is Fairy No Wings. En ja, mijn YouTube kanaal. Ik zit er alleen ook over te denken om mijn YouTube kanaal anders te noemen. Omdat het nu echt Pink Fairy Beauty heet. En ik denk dat het nog steeds wel echt de meeste video's van mij echt wel over beauty blijven gaan. Want dat is nog steeds mijn passie. Mijn, ja, gewoon echt mijn uitlaatklep. Maar ik zat eraan te denken om het een iets andere naam te geven. Dus ik ben nog steeds een beetje aan het zoeken wat. Want datgene wat ik eerst had bedacht, dat heeft mijn man een beetje, ja, heeft hij een beetje belachelijk gemaakt. Dus nou durf ik het eigenlijk niet te hernoemen op die manier. Maar ja, dus dat het zou kunnen dat ik het op een gegeven moment wel iets anders ga noemen. Maar goed, voor nu bedankt voor het kijken. En snel tot de volgende video. En anders zie ik jullie op mijn social media hopelijk. En ja, dank jullie wel voor diegenen die mijn blog hebben gevolgd. En ik hoop jullie nog steeds te kunnen spreken zien. Dat. Doei!